Breda Nu. Je weet het meteen. Onterecht dat ze geen vergunning meer krijgen voor parkeren op straat. Dat vinden tenminste twee bewoners van wooncomplex De Prins. De bewoners van het complex op de hoek van de Middellaan en de Nieuwe Prinsenkade hadden een vergunning, maar krijgen die na maart 2017 niet meer. De reden? Ze hebben parkeergelegenheid in de garage. Dat een plek daar meer dan 10 keer zo duur is, is voor de gemeente geen argument. De twee bezwaarmakers zijn niet de enigen die in de toekomst geen parkeervergunning meer krijgen voor op straat. In totaal zette de gemeente een streep door 133 vergunningen. Dat leverde 10 bezwaren op.